Hier voor mij staan twee designplatenspelers van Muse. De MT-102-series. Ik ben Barends van Zaakshops.nl en in deze video laat ik jullie deze platenspeler van dichtbij zien. Natuurlijk worden er ook een aantal dingen meegeleverd. De handleiding. Een extra naald. De netstroomadapter. Een band die ervoor zorgt dat u de platenspeler gemakkelijk om uw schouder kan doen. En nog een informatieboekje. Van dichtbij ziet de platenspeler er als volgt uit. Wat gelijk opvalt is dat de platenspeler een beetje lijkt op een koffer. De buitenkant is van stof gemaakt en heeft een mooi relief. Aan de voorkant ziet u hier de draaghendel die ervoor zorgt dat de platenspeler makkelijk op te tillen is. Hierboven bevindt zich de clip die ervoor zorgt dat de klep omhoog kan. Laat ik nu even zien. Nu zien we de binnenkant van de platenspeler. Hier ziet u het draaiplateau met in het midden de spindel. Hier bevindt zich de 45 toeren adapter voor singeltjes. Deze kunt u ook gemakkelijk weer opbergen. Hier ziet u de toonarm, het element, de naald waar nu nog een bescherming omheen zit. En hier bevindt zich de hendel die ervoor zorgt dat de naald makkelijk op te tillen is. Als je het hendeltje weer terugschuift, kan de toonarm weer naar beneden. Rechts van de toonarm bevindt zich de schuifknop waarmee je de snelheid van de toeren kunt instellen. En daaronder kunt u instellen of u de automatische stop aan of uit wil schakelen. En dan nog helemaal aan de rechterkant bevinden zich een aantal aansluitingen en knoppen die deze platenspeler bijzonder maken. Daar ga ik nu nog even op in. U kunt namelijk digitaliseren naar USB en muziek afspelen via een USB. Hier is het gat waar de USB ingaat. Hierboven heeft u nog een aansluiting voor een hoofdtelefoon. Met de knop daaronder kunt u delen van de plaat opnemen. Met de knop daaronder kunt u nummers die u via uw USB afspeelt naar het volgende nummer skippen. En met de knop daaronder kunt u terugskippen. Daaronder is de modeknop. Onderaan de stopknop. En hier ziet u dat de platenspeler aan het opladen is. Dat houdt dus ook in dat deze platenspeler een ingebouwde accu heeft. U kunt dus zonder het netstroom te gebruiken naar muziek luisteren met deze platenspeler. En eenmaal onderaan bevindt zich de aan- en uitknop en de draaiknop voor het volume. Je trekt de hendel naar achteren. Je schuift de naald boven de plaat. Doet de hendel weer naar terug. En je legt hem voorzichtig op de plaat neer. Dus bent u op zoek naar een uitgebreide platenspeler die toch wel makkelijk te bedienen is? Een mooie platenspeler met een print en een platenspeler die scherp geprijsd is? Dan moet u gaan voor een van deze platenspelers. Wilt u deze platenspeler nou bestellen? Ga dan naar platenspelerzaak.nl. Ik bedank je voor het kijken en graag tot de volgende video review.